Buitenlander, homo, autist, geadopteerd of Vlaming. Labels zijn overal en duwen iedereen in hokjes. Maar wat als ik me niet thuis voel in zo'n hokje? In deze podcast leg ik de labels open en bloot op tafel. Ik wil te weten komen hoe de mensen er echt uitzien achter hun labels. Wat betekenen onze labels? Hoe ga ik ermee om? Maar vooral, wie ben ik zonder mijn labels? Dit is Unlabeled. Goedemiddag, hey, Evaluna. Hallo, hallo. Alles goed met u? Ja, dat was Ja, zo Zit je er klaar voor. Ik ben er helemaal klaar voor. Oké, okay, dan mag je je tekst voorlezen. Ja, oké. Okay, dus, hallo, mijn naam is Evaluna van Eifte. Ik ben 17 jaar en ik hou heel veel van mijn ouders. Allee, mijn adoptieouders toch? Als dat dan nog niet genoeg is, ben ik ook nog mijn beste vriend verloren. Nog niet zo lang geleden. En ik zit eigenlijk nog midden in mijn rouwproces, wat echt, maar echt niet makkelijk verloopt. En ik wil eigenlijk ook overal bij zijn, zodat ik eigenlijk achteraf geen spijtgevoel heb. En dat ik ook niet het gevoel heb dat ik iets gemist heb. Maar toch zeg ik heel luid, fuck FOMO. Oké, okay, fuck FOMO. Luid en duidelijk. Ja. Wat vind je daarvan? Zo. Ja, het moet er zijn, denk ik. Toch, ja, fuck FOMO. Ja, maar zo de tekst in het algemeen. De tekst in het algemeen. Vind je dat confronterend, als je dat hoort over jezelf? Ja, het voelt zeer sarcastisch aan. Hè? Dat je lacht inderdaad mee. Mijn eigen problemen. Ik denk dat ik het ook zo. Als ik mijn eigen problemen weglag, dat ik het ook zo ga benoemen. Dus ja, het is, het is wel echt zo confronterend, maar ergens ook ja, om mee te lachen. Omdat okay. ik het wel, allee, ik... Je kan er wel nog mee lachen. Ja, okay. dat wel. Maar goed, ik uh, ken het concept van de podcast, een unlabeled. Er hangen uh, drie ballonnen boven jou. En op die ja. drie ballonnen staan telkens drie labeltjes die net in de tekst uh, ja, naar voren kwamen. Die staan daarop geschreven: um, FOMO-adoptie, want je bent geadopteerd. En um, rauw, want je zit nog in een rouwproces. En je mag nu een van die drie ballonnen uh, doorprikken. En dat mag dan een label zijn waar je echt van af wilt. Of waar, waar, je, misschien, waar wat je misschien toch niet zo graag draagt. Ja, oh my god. Ik ben ik wel benieuwd. Oh, ik ben er vooral bang om de ballon kapot te maken. Allee. Ja, maar... Bang voor de knaal? Ja. Maar een luide knaal om, om je te unlabelen, toch? Ja, maar... Ik, ik, ik vind het ook echt een moeilijke keuze. Um, ik denk misschien toch gaan starten met rouw. Oké. Okay. Daar denk ik, ja. Oh, maar ik wilde. Oh, oh. ah, Oké, okay, gewoon doen. Drei, twee, gewoon doen. Oh, nee. Oh, okay. ja. Oh, dat ging echt nog voilà. goed. Vala. Okay. Ging goed toch? Ja, dat ging goed. Ja, nu ben ik Oké, okay, je, 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 je hebt de ballon waarop stond rouw, ja. van, van je rouwproces doorprikt. Waarom net die ballon? Um, ja, inderdaad, het is nog niet zo lang geleden en ik zit inderdaad echt nog helemaal in mijn rouwproces. Dus ik denk dat dat nu het meest actuele is voor mij, toch? En kan je er misschien wat meer over vertellen? Over wat er, wat er precies gebeurd is? Dus ja, ik ben ja, echt begin zomervakantie ben ik mijn beste vriend verloren. En dat was, ja, ik denk dat niet veel mensen dat verwachten natuurlijk. En um, dat was ook door zelfmoord, dus dat was een hele bomvol Emoties en alles. Dus dat was uh, ja, een hele moeilijke zomervakantie ook, omdat veel mensen waren: jee, corona is weg, losgaan. En ik had dat ook eigenlijk in mijn hoofd, maar dan kwam dat eigenlijk een beetje ertussen. En ja, moest ik vooral met mijn emoties overal opeens een plaats kunnen krijgen. En dat, dat ging niet altijd even makkelijk. Ja, nee, ik kan, ik kan me voorstellen, want je bent 17 jaar oud, als je een van je beste vrienden op die leeftijd kwijtspeelt, dat is toch een. Ik, als ik kijk naar mezelf, mijn vrienden op mijn 17 jaar, dat, dat, waren mijn, dat was mijn buffer. Dat ja. was En mijn uitlaatklep, daar kan ik alles tegen zeggen. Dus ik, hoe heb ja. jij dat ervaren als, als dat dan opeens, als er zo'n grote steun aan toe verlaat, opeens wegvalt? Dat was heel veel en ja, dat was echt, zoals ik al daar straks zei, dat was een, een bom van emoties. Omdat je wilt geen schuldgevoel hebben, je bent op een manier ook wel. Ja, dat is misschien raar om te zeggen, gerustgesteld, omdat die persoon daar toch zelf voor gekozen heeft. Dus dat waren heel veel dingen. En inderdaad, toch zei ik ook wel van ja, eigenlijk heeft hij mij ook een beetje achtergelaten, omdat inderdaad dat was mijn buffer. En ik was ook wel van, oei, waar moet ik nu terecht als ik, als ik begin te wenen over scholen, over wat dan ook. Dus dat was zo'n beetje. Ja, dat was, dat was echt zo'n beetje zoeken en al uw emoties op hetzelfde moment eigenlijk een plaats proberen te geven, terwijl het dat niet gaat eigenlijk. En hoe ging je je omgeving daarmee om? Je ouders bijvoorbeeld? Of Ja, je adoptieouders. <laughs> um, ja, mijn ouders, ik, zij wisten zelf ook niet echt goed, omdat ja, ze hebben dat ook niet echt meegemaakt en ze weten ook niet altijd wat er in mijn hoofd omgaat. Ze dus was ook redelijk moeilijk um, om dat eigenlijk ja, uh, te zeggen. Of nou, ze wisten natuurlijk, ze waren het eerste, denk ik, die het wisten. Um, ja, ik denk dat mijn mama ook wel duidelijk had... Je moet maar zeggen, als je iets nodig hebt, dan, dan praten wij en dan komen wij. En ik denk ook op de begrafenis heb ik mijn mama ook echt gewoon gevraagd... Wil je naast mij komen zitten? Um, dus ja, en bij mijn vrienden was dat inderdaad... Ja, het was zomervakantie, dus dat was, de ene was dan daar, de andere was op kamp. Oh ja, je, je wil uitgaan, je wil, ja, je wil leven, want is... inderdaad, dit jaar... Het was wel de zomer van de vrijheid. Ja, inderdaad, Dus dat was opeens wel een beetje moeilijk. Met, met wie spreek ik af en vertel ik en praat ik erover en met, ja, met wie gaat het wel en met wie? Maar had je, had je wel dat gevoel dat je dan bij je vriendengroep um, daarover kon praten? Ja, dat wel. Ja, ja okay. dat, dat wel. Omdat ja, mijn vriendinnen wisten ook wel gewoon hoe um, ja, hoe close dat die persoon bij mij was. Dus vanaf dat ik dat zei waren ze wel allemaal van oké. Okay, dat is even iets lastig en dat gaat nog lang aanslepen en ze hadden zich daar ook wel nee, op voorbereid. Ze dat wel verwacht vooral, dus dat wel. Ja. Maar wat bedoel je met ze hadden dat verwacht? Ze hadden het zien aankomen dat er iets... Ik wist al langer dat er... Nee, ik ik uh, voelde het eigenlijk al wat aanslepen, dus eigenlijk aan de drop dat het echt... Nee, van, is er echt niet meer? Was dan op dat moment eigenlijk het intenste van oké. Okay, uh, maar het sleepte al allee, langer dan een week, zat ik al met van er is iets, er is iets gebeurd, er moet iets gebeurd zijn geweest. En ja, vanaf dat ik dat dan zei, dan waren mijn vriendinnen van oké okay, ja, Evaluna kan door veel en ze zijn bij veel in staat en ze kan rap haar mindset veranderen, maar dat gaat iets zijn dat lang gaat aanslepen. En ik denk dat daarin dan hetgeen was dat ze het verwacht hadden met van oké, okay, dat gaat niet zomaar binnen een een maand of binnen twee maanden na de zomervakantie gaat ze er niet zomaar poef mm -hmm. terug staan. En, en, en is dat ook zo? Ik ben heel goed in verbergen. Ja? En, ja, ik ben fenomenaal in. Ja, want als ik, ja, als ik eerlijk mag zijn, ik heb je, ik heb je leren kennen met de Eeuwige glimlach. Ja. <laughs> en allee, dan denk ik, ik, ik zou het niet aan je zien dat je nog in, in zo'n proces zit of zo. En heb je daar dan niet moeite mee dat je dat moet verbergen? Of? Ja, en dat is. Ik, dat lijkt altijd iedereen is zo, oh, dat moet zo lastig zijn elke keer om je masker op te zetten. Maar ik ben dat zodanig gewoon, en dat kan ik dan weer koppelen aan mijn adoptie. ik ben dat zodanig gewoon om inderdaad mijn emoties niet te tonen en mij niet daarin kwetsbaar en zwak op te stellen. Dat dat gewoonte is geworden. En je kunt zeggen dat dat lastig is, maar ik weet niet beter, denk ik dan zo. Um dus ja, veel mensen, inderdaad, ze weten wel nog, dat is hetgene denk ik bij mijn vriendinnen, ze weten nog dat het er is en dat het nog speelt bij mij, in mijn hoofd, maar het is er ja, op ja. het moment zelf. Maar je, heb je dan wel ergens een, een safe space waar je wel af en toe een traan kan laten of waar je wel al die emoties eruit kan laten? Want ik kan me toch voorstellen, op, je, je kan veel opstapelen, maar op een keer moet het er toch allemaal uit? Ja, en dat is ja, of alleen of bij de psycholoog of inderdaad bij een bepaalde vriendin die dan op dat moment ook wel bereikbaar is, waarvan ik dat weet. En bij vrienden is het denk ik wel meer dat ik het op mijn dan moment slecht voel, niet per se met tranen, maar dan is dan ook wel gewoon meer praten over die persoon en meer herinneringen bovenhalen en ik hou die ook wel echt nog heel levend, dat wel. Ja. Want ik laatst was ik nog een liedje aan het opspelen en ik was van ach dan moest die er nog zijn. Ik zet echt direct doorgestuurd en Ik zou zo echt ons liedje geweest zo Die dingen, um, dat doe ik ook wel druk. En dan zijn ze van die kleine uitlaatklepjes inderdaad, dat kan helpen. Mm -hmm. Maar anders is het wel gewoon psycholoog of alleen. Ja, want je spreekt daar heel vrij over. Ik ga naar een psycholoog, zeg je. Um, was die stap, was een grote stap? Uh, nee, ik ga daar nu al ook even. Het is vooral inderdaad om... Op het moment te bepalen naar mensen van oké, okay, zeg ik dat nu tegen u dat ik naar een psycholoog ga of niet? Want vele mensen denken dan ook direct vanaf dat ik zeg: ik ga naar een psycholoog, is het altijd oh my god, je staat op het puntje van leven en dood of je zit in een depressie. Inderdaad, want dat is, daarmee dat ik het vraag, want er zijn, als ik zo mijn omgeving kijk, is het nog altijd zo dat taboe dat er rondheerst ja. als, als je naar een psycholoog moet gaan. En ook ja, de lange wachtrij, die ma dat maakt het allemaal niet veel beter. Ja. Um, dat ik het wel heel straf vind dat je. Dat durft ook gewoon te vertellen. Ja, het is nu echt denk ik ook de allereerste keer dat ik dat ook zo heel open... Allee, in principe kan iedereen dit luisteren, dus mm -hmm. nu weet iedereen daar in principe. <laughs> en ik bedoel, hopelijk ja, zoveel mogelijk. Ja, ja, inderdaad. Maar het is vooral ja, bij, uh, bij vriendinnen, omdat vaak veel mensen antwoorden als ik dat zeg. Ik zeg dat ook heel casual, van ja, ik moet gewoon naar de psycholoog. En veel vriendinnen, ja, die... Die, die soms zijn die bij mij thuis en ik zeg: Ah ja, maar ik heb eigenlijk een afspraak en dan blijft die bij mij thuis terwijl ik ja. naar de psycholoog ga. Dus dat is wel heel rustig. Maar bij andere mensen is dat dan ook van: die geven dan het antwoord met Ja, maar je kan ook bij mij terecht of je kan ook bij mij praten. En dan ben ik zeg: Maar er is een reden hè, waarom ik naar een psycholoog ja, maar, ga en niet naar u. Heb je ooit die moeilijkheid ervaren dat, dat, mensen, dat je dat moest uitleggen aan mensen waarom je naar een psycholoog ging? Um, ik heb dat nog nooit, denk ik, echt volledig uitgelegd waarom dat ik echt naar een psycholoog ga, maar ik zeg vooral altijd van ja, in mijn, ik vind al, ik zeg dat dan altijd, zo, ik vind dat iedereen eigenlijk een keer naar een psycholoog minstens één keer in de twee maanden moet gaan, want ik denk dat iedereen wel op een bepaald moment het soms even te veel wordt. Mm -hmm. En ik zeg dat dan ook, ik zit niet elke keer te klagen over mijn zware problematiek of over hoeveel verdriet ik heb, nee, dat is ook wel een keer van Weet je wat ik op school nu heb meegemaakt? Of ja, bij het is even te veel antwoorden met dit, dit en dit en hobby's. En dat is gewoon puur een keer inderdaad uitlaatklep. Mm -hmm. En dat is niet altijd... Probeer je dat dan ook zo tegen vrienden en familie en je omgeving zo uit te leggen? Om een beetje dat, dat, dat ja. poeder rond te doorbreken? Ik, ja, omdat inderdaad mensen denken altijd inderdaad, dat je dan op het puntje van leven of dood zit. Mm -hmm. Of in een zware depressie of burn-out zit. Maar ik zeg altijd ja... Ik zit daar ook over mijn pure tienerproblemen te praten. Het is moeilijk om uit te leggen en aan mijn mensen te zeggen, maar ja, het is, het is nodig, zei ik ook. Van. Ik zou niet zonder kunnen, denk ik dan. Je probeert een beetje dat taboe op die manier te doorbreken. Ik hoop dat we dat ook kunnen um, door als mensen naar deze podcast luisteren. Ja. Um, maar heb je, heb je dat gevoel ook misschien ook met de andere labels, dat er nog veel um, dingen zijn om te doorprikken? Want je hebt nu één van je labels doorprikt. Um, maar heb je ook dat gevoel met je met, met andere labels bijvoorbeeld, over uh, FOMO? Want dat is wel een. Ik, ik heb je dat voor het eerst horen zeggen op de kick-off van de Warmste Week op 22 september in Mechelen. En toen heb je dat in de Vlam, uh, op, ja. op, de, op de Grote Markt, in Mechelen opgeschreven: Fuck FOMO. Van waar komt die, de, ja, jouw aspiratie om daar zo hard tegen in te gaan? Ja, om eerlijk te zijn, eigenlijk voordat ik uh, me aanmelde aan de Warmste Week was natuurlijk het gevoel, the fear of missing out, heel dat, dat was er wel. Maar ik was eigenlijk vergeten dat daar inderdaad een naam voor was, FOMO. En totdat we dan ook over het kennismakingsweekend en ook in de Vlam, dat we daarover begonnen te praten, was ik, okay, ja, maar FOMO is inderdaad de naam over wat ik heel de hele tijd voel als mensen uitgaan en ik thuis zit. Dat is maar op welke manier... Ja, kom je dat, dat, dat dan tegen in jouw dagelijks leven? Ja, elke, elke vrijdag als ik denk, ik heb nu geen zin om uit te gaan. Of mijn vrienden hebben nu ook inderdaad geen zin. En ja, op je eentje uitgaan mm -hmm. is ook goed, Maar het is dus een beetje lonely, maar het kan, het kan. het kan, dus het nee, kan ja. Ja. Um, ah, wel, ja. En dan heb ik voor mij het vooral dan op sociale media te kijken. Oké. Okay. Omdat... Ik als je kijk, alle leuke stories ja, en alle leuke plaatjes is die doorkomen. Ja, het is leuk om te zien. Ik heb wel geen FOMO met bijvoorbeeld op vakantie of die dingen. Maar echt puur, bij mij is dat inderdaad ja, het, hoe dat je een tiener zou moeten zijn. Uitgaan, naar fuiven gaan. En als er dan een bepaalde vijf is waar, dat je, ja, waar dat ik niet kan bij zijn. Gewoon puur omdat het, dat ik het geen zin heb of omdat ik geen ticket heb of dat het te druk wordt. Maar als je geen zin hebt of geen ticket hebt of, of gewoon niet wil gaan, dan heb je dan het gevoel dat er toch een, een verplichting is of zo? Ja, het is toch op een manier omdat ergens, het is vaak de. Bij mij de planning dat ik van mezelf weet, oké, okay, als ik nu ga gaan en ik ga uitgaan, in het weekend ik ga oververmoeid zijn en ik ga dat niet meer aan kunnen. Ja. Dat is dan vaak hetgene, dus dan beslis ik al voor mezelf, oké, okay, ik, ik ben ook echt een heel lui persoon. Dus <laughs> het is vaak de, het moment er naartoe. De, de eeuwige planning, lui glimlach. <laughs> ja, het moment er naartoe en die planning dat vaak het, het voor mij het moeilijkste is, omdat ik daar heel lui in ben. Maar het uitgaan zelf, ja, als ik, als ik er zou mee naartoe kunnen toveren, mm -hmm. zou ik direct kunnen meedoen. Dus dat is vooral hetgene wat dan zo knaagt Maar als ik nu, ja. En had je dat ook, um, want je zegt ja, die, die zomer voor jou, om, omwille van jouw rouwproces, heeft er net iets anders uitgezien dan misschien mm -hmm. de zomer van, van je, je vrienden of van je klasgenootjes of zo. Maar speelt die FOMO daar dan ook een rol in? Dat je in de zomer uh, je vrienden ziet naar buiten gaan en dat jij nog in dat proces zit van die rouw, dat jij nog dingen moet verwerken? Nee, nu ik erover na, denk ik eigenlijk echt niet. Ik denk dat ik me daar niet meer kan herinneren. Omdat ik... Ja, het lag niet aan mijzelf, denk ik, vooral. En ik daar dan was van, oké, okay, ja... Ik, zit, ik heb wel een paar keer gehad dat ik moeite heb proberen toen, doen, ook op vakantie, dat ik echt heel veel moeite heb gestoken en energie heb gestoken om toch mezelf open te zetten en blij te proberen te zijn en van de momenten te kunnen genieten. En... Ik heb daar wel spijt van, hoeveel energie dat ik daarin heb gestoken. Want ik was duidelijk niet klaar mm -hmm. voor uh, daar zoveel energie in te steken. En dat irriteerde mij wel. Dat ik toch achteraf dat ik dat heb gedaan, om zoveel energie in te steken. En op het moment zelf dat dat niet werkte, dan, die energie. Dat dat echt verspilling was van... Oké, okay, we gaan proberen om blij te zijn en deze, van deze momenten genieten. En ja, dat ging niet. Hè. Dat, dat zit je achteraf met een schuldgevoel en heel dat gedoe. Dus... Geen fomo per se, maar wel geprobeerd om mee te doen. Dat wel. Oké. Okay. Wat ook iedere, iedere aflevering aan bod komt, uh, is een fragmentje dat jij hebt meegenomen van iemand uh, in jouw omgeving die jou omschrijft in drie woorden. Want we willen natuurlijk in deze podcast de labels die op jou plakken, in dit geval FOMO, jouw rouwproces en het feit dat je geadopteerd bent, die labels willen we doorprikken. Maar ik wil ook meer te weten komen over wie is, die, wie is de persoon achter die eeuwige glimlach, die eeuwige luie glimlach. Wie is Evaluna? Wie, wie zit er eigenlijk um, tegenover mij? En uh, ja, ik ben benieuwd hoe dat ze jou gaan omschrijven. Oké. Okay. Evaluna, ja, Evaluna, dat is een felle. Um, ze heeft heel wat principes. Is zeker niet op haar mandje gevangen. Soms wel wat te luidruchtig. Ze kan ook heel goed luisteren. En ze heeft het hart op de juiste plaats. Oh. Ze zegt oh. nog op het einde: mijn lieve dochter. Maar zeker dat, oh, het, het hart op de juiste plaats. Maar kijk, dat is, dat is wat ik net ook al zei. Hè. Dat ze dat ik jou heb leren kennen. Oh. De eeuwige glimlach. De persoon waar, waar je bij terechtkomt. Ja. Ervaar je dat zelf zo? Ik heb wel naar. De tijd ook ja, met mijn beste vriend wel ontdekt dat ik inderdaad mijn eigen talent, al talenten daarin, is ook een goed woord, moet appreciëren. Ja. En ik durf nu wel met zekerheid te zeggen: ik heb heel veel empathie. En ik, ik, ik heb daar ook al problemen mee gehad dat ik mijzelf verder zet dan de rest van mijn vrienden en dat dat echt dan ook zwaar ligt. En ja, je pakt van iedereen een stukje mee ja. en je draagt van iedereen toch een last en dat is maar iets kleins, maar dat stapelt zich inderdaad op. En dan. Is het dan voor mij ook zwaar aan het worden? Uh, ja, dus dat vooral, denk ik, ja. En blijkbaar ben ik ook niet op mijn mond gevallen. Ja, ja nee, je bent ook luidruchtig. Ja. Vertel eens. Ja, dat, misschien ook wel, want je zegt de, de eeuwige luie glimlach, Eva Luna, maar eerlijk waar, lui, zo lui ben je toch niet? Maar dat, dat lijkt echt, iedereen denkt van ja, je bent hyperactief en veel mensen. Maar dat zeg denken... ik ook niet, hè? Je ja, bent niet... maar. Veel mensen denken van ja je bent echt heel ambitieus en impactief en je staat direct klaar en, maar ja maar er zijn ook heel veel dingen waar ik echt heel lui over kan zijn maar echt heel lui. Ik ben ik heb echt al momenten gehad in mijn leven dat ik te lui ben om Netflix te kijken. Dat is erg hè dat is echt erg. Dat is wel een paar knopjes. Nee nee maar dat is gewoon te om het feit dat je dan moet opletten in die serie. je moet een kiezen, je moet... Op die manier. Ja. ja. Maar dat herken ik wel. Dat, ja, maar nee, maar dat herken ik wel. Ja, echt waar. Ja, ja, je moet dan je computer aandoen en dan, dan denk je, ja, ik ga, ik ga even Netflix kijken. en Dan, dan moet je nog die beslissing ja? maken en dan... Ja. ja, verschrikkelijk. En als het dan tegenvalt, dan heb ik altijd het gevoel dat ik een ik... tijd verspild heb. Tuurlijk. Ja. Of. Maar op welke manier ben je dan luidruchtig? Daar ben ik wel benieuwd naar. Ik weet, ik weet van jou dat je, dat je wel iemand bent die haar stem laat horen. Ja, ja klopt ja, dat? Dus, ja. Probeer je dat ook? Uh, ga. Uh, ga. Lidruchtig, ja, ik ben ziek, ja Zoals mijn mama zei, ik ben ook niet echt niet op mijn mondje gevallen. <laughs> dus ja, ik ga rap een discussie starten. Dus dat is ook al zoiets. Ik denk ja, letruchtig, ik ga heel rap mensen corrigeren of benoemen op een fouten, maar dat klinkt dan ook weer zo extreem. Maar dan is dan van, ik ga rap in discussie gaan als iets gebeurt en dat is seksistisch, vaak bij seksisme. Ga mm -hmm. ik rap daar even tegen commentaar op geven van, Yo, dat, is, dat is niet waar. Dat klopt niet wat je nu zegt. En ik denk dat ook gewoon een paar kinderen in mijn klas daar ook echt irritatie aan krijgen. Van, oh my god, is ze daar weer meer politieke correctheid? Van waar komt dan aan het feit dat je zo luidruchtig bent en dat je wel altijd je mening wilt laten horen? Want daar. Ik kan me toch voorstellen, daar moet iets achter zitten. Van waar komt die moed? Ja, ik, ik, ik vind het heel grappig dat je dat moed noemt, want ik heb daar nog nooit zo over nagedacht. Ja, omdat er toch heel veel mensen zijn die het die, die, ja, die niet durven om een om mondje open te doen en, en hun mening over dingen kwijt te spelen. En als je dan zegt, ja, ik probeer dat wel altijd te doen en ik probeer wel mensen te wijzen op het feit uh, als ze dingen verkeerd zeggen, bijvoorbeeld. Of als er, Dingen zijn die niet kloppen of waar je je slecht over voelt, dat mm je -hmm. die mensen daar wel op gaat wijzen. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die dat ook gewoon, die zich ja, over zich zouden laten wandelen. Ja, ik, ik heb vooral geleerd dat. Ja, ik heb dat met bepaalde onderwerpen. Nu, met racisme zit ik altijd bij mezelf ook nog een beetje vast, omdat ik dat altijd zo. Dat vind ik al nutteloos geworden om een discussie. Te... Allez, het is nodig hè dat we mm -hmm. praten over racisme en dat dat fout is. Maar ik heb daar al een voorgevoel in van oké okay, maar teken dat je nu racistische opmerkingen dat ik ga geen energie aan nu verspillen. Ja. Daar ben ik al nu al van mening in. Maar bij seksisme is er echt nog een soort van Maar om even terug te komen op, op het racisme dan omdat je het gevoel hebt dat de tijd wel echt ja. rijp is dat mensen ja, dat ja, er geen maar... vragen meer over gesteld moeten worden. Dan vind ik ja, dan ben ik gewoon zo ja yo, een keer is... Terug 30 jaar geleden mm -hmm. en we gaan daar dan aan leven als je zo graag in het racistische tijdperk wilt leven, maar ja, het is, het is nu gewoon 2021. Doe, doe eens even normaal, oké, okay. dat is het vooral. En bij seksisme is er echt nog zo'n ja, borrelende haat, echt nog en allee, vooral haat. Net het idee van oké, okay, hoe kan je nog zo denken en hoe komt dat het nog steeds zo is? Ja, ik, ik, vind, ik heb dat daar heel moeilijk mee met seksisme, want vooral bijvoorbeeld. Vrouwen en mannen moeten op papier evenveel betaald worden. Maar toch zijn er zoveel cijfers die zeggen dat dat niets is. Dat zijn ze van die dingen waar ik me zoveel aan stoor. Of vrouwen die verplicht moeten zijn om een BH te dragen. En die dingen. En ik ben altijd zo van. Maar, uh, ik, ga daar echt, ik word daar echt gefrustreerd van. En ik ga direct opmerkingen geven op mensen die zulke opmerkingen en comments maken. Dat vind ik verschrikkelijk. En op welke manier hoop je met, met bijvoorbeeld je ambassadeurschap van de Warmste Week daar ver, verschillen te maken, daar veranderingen te brengen? Ik hoop vooral, ja, om, zoals ik zei, ook een beetje dat bij racisme, om mensen duidelijk te maken van ja, je kunt wel zeggen van vroeger was het beter of uh, b -b -b, jeugd. Maar oké, ja, het leven gaat verder. Hè. Jij was ook ooit jeugd, en nu zijn wij mm -hmm. jeugd. Dus. Move over met uw ouderwetse <laughs> gedachten van racisme en seksisme en stel u open naar nieuwe dingen. Want en je gaat me niet wijsmaken dat mensen die zo denken dat die ook niet zo zich open moesten stellen. Ik ben daar Wat ook... je? ja dat ik denk dat ook altijd nu later dat mijn kinderen gaan zijn dat die gaan komen met een Totale een nieuwe ja. gedachten van seksuele, genderfluid-achtige dingen. Totaal iets nieuws. Waar, waar jij dan nog niet zo ja, van weet. En dat ik, ga, dat ik dan ga zijn als oude vrouw van. <laughs> ja, maar dat gaat nu te ver, hè. Daar is, er zijn verschillende. Ik kan mij dat niet voorstellen dat mensen in het verleden dat toch ook moesten hebben gehad. Allee, die hebben dat dan ook gehad. En zo mm -hmm. moet je gewoon altijd verder gaan. Ik ga dat ook als. Als oudere vrouw zou ik dan zeggen, oké, okay, het is moeilijk, maar sure, als dat, zolang dat die mensen gelukkig zijn en dat die niemand anders pijn doen, moet dat kunnen. En als iedereen zo denkt, dan denk je dat er een mooie toekomst in het verschiet is. Ja, maar ligt. Dat, dat is toch niet moeilijk? Ik snap altijd dat... Ja, ik snap niet waarom dat mensen niet gewoon zijn van, oké, okay, doe gewoon wat je wilt. Mm -hmm. Zolang dat je niemand anders pijn doet, einde. Ja. Ja, dat is het thema ook van de warmste weken. Ja. Dat is uh, kunnen zijn wie je bent, zolang je inderdaad iedereen de ruimte geeft om te kunnen zijn mm -hmm. wie die is. Wat betekent dat thema voor jou? Kunnen zijn wie je bent? Ja, vooral... Um, ja, voor mij is dat dan vooral goed ja, de tijd pakken vooral voor jezelf. En vooral jezelf ja, ontdekken en waar liggen mijn grenzen en tot hoever is het nog mijn beslissing en niet degene van ik doe mee met de stroming. Dat vooral, ja. En ik voel dat vooral als tiener nu veel. En dat is dan weer dan die FOMO en... Het tienerleven leven zijn. En daarin moet, moet je echt je tijd pakken met tot hoever is het mijn beslissing om uit te gaan? En tot hoever is het de beslissing van: oké, okay, maar de rest ga uit, ik ga ook uit. Ja. Oké. Okay. Uh, ik ga je heel hartelijk danken voor dit gesprek. Het was een enorm leuk gesprek met jou. Maar voordat je de studio uitgaat, heb ik nog vijf uh, dilemma's voor jou. Oké. Okay. Ben je er klaar voor? Ik hoop het. Oké, okay, oké, okay, okay. Ja, oké. Okay. Vertel. Ja? Bij... Moet ze op snelheid? Is het op snelheid? Nee, nee, het is, het is niet op snelheid. Hè? Okay. Kunnen zijn wie je bent hier. is heel belangrijk. Je mag ja. nadenken, maar niet te lang. Oké. Okay. Oké. Okay. Okay. Ja. Eerste dilemma. Als zingend praten of na elk woord dat je uitspreekt twee seconden wachten? Uh, zingend. Ze leven gewoon een musical. Hoe fucking cool is dat? Eva Luna, The Musical. Ja. Yeah. Zou cool zijn. toch nice. Nog maar één maand te leven hebben of onsterfelijk zijn? Oh, dat is echt zo mijn grootste angst, weten wanneer ik sterf. Dat weet wanneer je sterft? Dat is echt mijn grootste angst. Maar ik ga dan toch weten wanneer... Al ja, die één maand, omdat onsterfelijk zijn moet verschrikkelijk zijn. Waarom? Dan zie je iedereen... Dan, weet je, dan ga je ook je kleinkinderen zien sterven. Dan ga je ook je mm. kinderen zien sterven. En dan kan je wel telkens ouder worden en meer bijleggen. Dat wel, maar dan zit je ook in de klimaatcrisis. Dan ga je ook zo middenin zitten dan, en heel hele dag doen. Ja, dat is, dat is kut. Weten wanneer je doodgaat of weten hoe je doodgaat? Ja, hoe? 100%. Ik ben echt, ja? ik ben echt bang dat als de dokter nu tegen mij zegt, je hebt nog drie maanden, ik ben van plan om dat tegen niemand te zeggen. Dat klinkt grof, hè? Maar ik kan niet om het feit van te weten, oh ja, nu lig ik op mijn stem. Oké, okay, wauw. Ja, ja okay, ik ben dat... dus bang dat de dokter dat zegt. En verschrikkelijk. Ja, dat is echt angst. Oké. Okay. Ja, dat durf ik niet. Alles zeggen wat je denkt of helemaal nooit meer kunnen praten. Nooit meer kunnen praten, want er zijn miljoenen andere manieren. Is dat dan ook gebarentaal? Is dat dan ook praten? Nee, dat is gewoon praten is echt babbelen, zoals nu. Praten is echt babbelen, ja. Ah, nee, ja, kijk, dan leer ik wel gebarentaal, want dat is supercool. Oké. Okay. En als je mag kiezen voor de rest van je leven, mag je doorleven met één van deze twee labels, of moet je doorleven met één van deze twee labels, geadopteerd zijn of FOMO? Ja, geadopteerd zijn. Ik ga heel mijn leven geadopteerd zijn. Ik kan niet meer de-adopteren. Um... Ik ben op de weg om met mijn adoptie-moeilijkheden uh, dat ik daar toch allee, aan over heb gehouden, zo raar woord. ben ik toch mee aan het leren leven. En ik voel dat ik daar stapje voor stapje ga van geraken. Het gaat altijd iets zijn, maar het okay. stapje voor stapje. Een super tof gesprek met jou, Evaluna. Dit was een aflevering van Unlabeled. Dank je wel. Dikke merci. Unlabeled.